Dus ik heb veel gehoord van de comeback van Stray Kids. Ik verwacht dus heel veel. Ik heb de teasers gezien. En ik kijk ernaar uit naar deze video. Dus laten we beginnen. 3, 2, 1. Klee is Frans. Ik vraag me af waarom ze Klee. Allee, waarom ze nu in het Frans hebben. Man. Dus ze zijn zo van aan de toon. Oh, Felix. Oh. Hoe een bangchang met zo een roze plukje. Oef. Wow, rood haar. Wow. Ik hou ze zo. Niet helemaal rood is, maar zo. Wow, schint in de hoofd. Wow. Ah? Ik dacht dat het ging droppen. Mirror. Eindelijk in de stad. Dus ze zijn op een gebouw aan dansen. Echt een party ding. Tegen wat protesteren ze eigenlijk? De choreography is echt goed. Het is heel, echt, heel actief. Je moet er zeker heel veel mensen. Perfect. Het is mijn green screen natuurlijk. Ik zie er misschien niet beter. Waardoor als het donker is dat die fluo delen zo reflecteren. Catchy, ja. Het is echt raar. Dat lijkt zo'n stijl dat wel bij Stray Kids past, maar ook niet. Allee, ik weet niet. Wauw. Dat was goed. Allee, ik vond het goed. Ik ben benieuwd naar het album. Ik heb het album nog niet gehoord. Maar ik heb zo. Oh, dingen heb ik wel gehoord. Victory. Allee, nee, niet gehoord. Maar. De teaser voor. Victory Song, denk ik.
Dat vond ik wel heel goed, ding. Allee, dat klonk wel heel goed, ja. Dus, ik vond de video wel nice. Ik vond het liedje beter dan de video zelf. Ik denk qua video dat My Pace nog altijd hun beste is. Het liedje was heel hype. Het was heel... was echt voor in een vijf. Om echt op te feesten en op te knallen. Ik ben benieuwd dus naar het nieuwe album. Ik heb nog niet geluisterd. Ik kan hier eigenlijk... Ik zal nu gaan luisteren. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar Victory Song. Sorry dat ik de rest oversla. Victory Song. En dan dat deel met Felix. Ik denk dat hier nog wel een vier aan komt, hoor. Listen to this, sing down, ga. Listen to this, Singja. Go! Ik geloof die choreo hiervan weet eigenlijk. Die moet ook echt zoals Miro echt heel hype zijn. En dan hier zo. Dat was nice. ik ga naar de rest van het album in mijn eigen tijd zelf naar luisteren. Ik vind het denk ik wel een geslaagde comeback tot nu toe. Het is een nieuwe start van een nieuwe era eigenlijk, soort van. Want de I am era is nu soort van, is eigenlijk afgesloten. Voor Stray Kids. In hun eerste jaar hebben ze toch echt wel veel gedaan. Ja. Ik kijk er echt naar uit naar wat ze dit jaar kunnen geven. En ik ben blij. Ik ben blij verrast, zeg maar. Ja. Doei.